Schandalig. Absurd. Misdadig. Meer kan ik er niet van zeggen. Strenge handhaven, strengere boetes. Kost veel te veel mensenleven, veel te veel onschuldige mensen. Absurd. Zijn dat de oplossingen die u noemt? Er is geen andere oplossing. Maar je smartphone heeft nodig. Ook voor de hulp, voor de brandweer, voor de mensen die in nood zitten. Het is onontkoombaar, hoort bij deze tijd. Belachelijk. Er wordt nog te veel gebruik gemaakt van de telefoon. Ik zit heel vaak op de snelweg en ik zie heel vaak toch mensen telefoneren. Zie ik ook dat de auto's afwijken. Dus dan, als je erachter rijdt, kan je eigenlijk al zien dat ze aan het telefoneren zijn. Omdat de auto vaak naar de kant toe trekt. Het loopt een beetje de spuigaten uit. Het is een vorm, lijkt wel, van verslaving. Want je ziet allerlei mensen op de fiets die ondanks de verboden daarmee bezig zijn. Ja, ik vind dat wel erg, omdat je zeg maar, gewoon thuis ook gewoon op telefoon kan. En je kan best wel eventjes een tijdje zonder. En dat is veel veiliger ook voor jezelf en voor anderen. Kwalijke zaak, want je mag geen smartphone gebruiken met verkeer, postmaakt. Volgens de wet mag het niet, maar Klopt. Het gebeurt toch. Klopt. Vreselijk, ik vind het heel erg. Ik denk, als je brengt die mensenlevens in gevaar. En die van gewoon, als je belt, stop even aan de kant van de weg. Of stap van je fiets af. Of bel later terug. Maar ga niet fietsen of in de auto met je telefoon. Maar wel heel gevaarlijk. Ja. Of verbod in de auto. Verbod op smartphone in de auto. Als je wilt bellen, moet je uit de kofferbak de telefoon kunnen pakken. Dat is de enige optie. En hoe bereiken we dat? Media, overheid, gemeente. Overheid. En wat is dan de zwakste schakel in dat geheel? Meneer Rutte. Die is de zwakste schakel. De overheid dus. Ik denk dat de jeugd van tegenwoordig overal lak aan heeft. En doet wat ze willen doen. Die zitten, zeggen de oudjes, dan vastgeplakt aan hun scherm. Zeker weten. Maar ja. Goed, dan zijn we nog niet bij de oplossing. Ik ben bang, zelf bang, dat er geen oplossing is. Dat het alleen maar erger wordt. Ik hoop dat er ooit een oplossing is. Dus dan moeten we als samenleving incalculeren dat er een x-aantal doden per jaar vallen vanwege het gebruik van de smartphone. Helaas wel. Het moet in het systeem van mensen komen en dat begint vroeg. Kinderen leren als ze vroeg zijn. Niet als mensen door ondanks schade en schande gewoon doorgaan met hun praktijk. Dus ik denk met name beginnen op de lagere scholen, middelbare scholen, mensen, ook kinderen daar bewust van te maken. Ik denk dat mensen meer bewust moeten worden van de gevaren. We kennen een jongen die was een keer een ongeluk gehad. En toen lieten ze hem in de steek. En... Oh ja, een hele goede vriend van hem. Ja, die kreeg ook wel een ongeluk door zijn telefoon volgens mij. En hoe is dat afgelopen dan? Ja, hij moest naar het ziekenhuis, maar ja. Zijn vrienden waren weggefietst. Ja, zijn vrienden. En hoe zit het met jou? Ja, ik gebruik hem als navigatie, maar dan heb ik hem dus op een klem aan de ruit zitten. Dus verder gebruik ik hem dan eigenlijk ook niet. De pakkans moet groter worden. Absoluut. Dat ben ik met u eens. Ja. En dat zou ertoe kunnen bijdragen dat mensen toch minder de smartphone gaan gebruiken. Dat hoop ik. Want ja, mensenleven staat op spel. En wil de samenleving dat accepteren, ook op den duur? Ik ben bang voor niet, maar ik denk dat er weinig aan te doen is. De jeugd van tegenwoordig, als je er wat van zegt, dan krijg je grote mond. Dus wij leven eigenlijk in een heel andere wereld op het ogenblik, vind ik zelf. Nou, dan is er nog heel wat werk aan de winkel, zeker, zo te horen. Zeker weten. Wat moet er dan volgens u gedaan worden, als ik u zo beluister? Ik zou het niet weten. Ik denk dat er weinig aan gedaan kan worden. Mensen doen toch waar ze zelf zin in hebben. Nee, ik zit op mijn telefoon niet. Ik zit op de fiets niet op mijn telefoon. En is dat een bewuste keuze? Ja, want anders kunnen ongelukken gebeuren. Ja. Ja, ik vind het niet zo heel slim eigenlijk als mensen dat doen. Want ja, je let niet goed op en je kan vallen en of iemand rijdt je aan. Ik heb dingen gezien, dan zie ik ze bellen en dan komt ze zo op me af. Maar ik ben veel apart. En ja. Er zijn heel veel bijna ongelukken, hè? Ook dat. Ook eenzijdige ongelukken. Ook ongelukken, vooral die als je naar Friesenveen gaat, dat is een dode weg. Dat is ook heel gevaarlijk. Rijbewijs misschien innemen voor 3 maanden. Dat ze denken van nou, volgende keer doe ik het maar niet. Want maar torenhoge bekeuringen helpen nu toch ook niet. Nee, maak een pakje sigaretten. €30 en de mensen blijven rustig doorpaffen. Roken, ja, wat ik zo om me heen zie wel, ja.
En dat gebeurt met de telefoon in de auto precies hetzelfde. U schetst een mooie toekomstperspectief. Helaas wel. En zo zie ik het en niet anders. Hogere boetes, nog beter, strenger, zwaarder controleren. Meer campagnes, meer filmpjes op televisie. En dan juist ook dat het schrikkend is. Nou, dat een auto me net ontweek omdat zelf iemand achter het aan een telefoon bezig was. En ik, ja, er komt iets op me af, maar iets met andere dingen bezig aan het auto rijden. Ja, en flitsen het leven in een seconde aan u voorbij? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik zag wel wat er misging. Ja. Hij had, die beste man, die had zijn aandacht ergens anders op. Ja. Maar het is jammer dat zoiets dan inderdaad... Kijk, sowieso was ik me er zelf dus wel van bewust. 100%. Alleen het is jammer dat zoiets dan weer moet bevestigen dat je inderdaad de juiste keuze hebt gemaakt. Dat zou bij die persoon zelf ook bekend moeten zijn. Het is een algeheel beeld wat in Nederland enorm opspeelt op dit moment. Want je komt natuurlijk wel het allereerst bij de opvoeders terecht. En dat zijn in de meeste gevallen zijn dat gewoon de ouders. En daarop moeten scholen op aansluiten. Strak aanpakken. En de mens is zijn eigen grootste gevaar? Ja, de mensen doen het. Als je een geweer hebt, je hebt hem aan de schouw hangen en je gebruikt hem, die doet dat ding niks. Het gevaar zit in de mens.